Lisette, onlangs zag ik een artikel in de krant. En naar aanleiding daarvan dachten we, we gaan eens met Lisette praten. Want we, daarin stond dat uh, breien en haken weer zo ontzettend populair is geworden. Ja, dat klopt. Het is uh, net of heel Holland, net als Bakken, ook weer haakt en aan het breien is. We hebben natuurlijk uh, jaren uh, geleden, zaten we zaten helemaal in dip. Alles was ouderwets wat je deed. En nu is iedereen weer heel lekker fanatiek aan het haken, breien, macrameen. Maakt eigenlijk allemaal niet meer uit. Heel veel oude technieken die komen nu weer. Ze zijn helemaal hip. Ja, wat je zegt, macramee, dat zie ik ook steeds in woonprogramma's. Dan hangen er weer plantjes in zo'n macramee dingetje. En mooie wanddecoraties maken ze ook met macramee. Ja, dat is wel weer helemaal leuk. En jij staat hier ook allemaal tussen de hippe kleurtjes, hè? Ja, het is echt uh, elke dag weer een feestje. Al die kleurtjes, al die bolletjes, verschillende materialen, klanten die met ideeën komen. Het is echt uh, ja, een feestje. Wat ook heel erg leuk is, dat zijn die kals uh, die elke keer voorbij komen. Daar kan je je bij die uh, Facebookgroep uh, aanmelden. Dan krijg je een paar foto's te zien, dus je weet uh, niet uh, precies welke steken. Het is gewoon één grote verrassing. Onlangs is er ook weer eentje gestart, een, uh, ook een deken. En die uh, plaatsen dan elke vrijdag bijvoorbeeld een patroon. Dat is dan je huiswerk voor één of twee weken. Je gaat lekker aan de slag. Er zijn filmpjes bij. Lukt het niet, uh, loop je even binnen hier. Helpen jullie weer lekker uh, verder. En dan na uh, twaalf weken of uh, nog langer heb je weer een hele mooie grote deken gehaakt. Het is elke week maar een uh, nou, paar uurtjes werk. Dus het is dan ook uh, goed te overzien en erg verslavend. En waar kunnen de mensen dat vinden? Gewoon via Facebook, internet, je uh, googelt even, kal uh, deken, Haakplein bijvoorbeeld, heeft altijd hele leuke ideeën en dan uh, meld je je daarbij aan. Het zijn echt hele grote groepen. Heb je bijvoorbeeld een of haakprobleem, zeg je het even in een groep als je niet een uh, winkel in de buurt hebt en dan uh, de medehaaksters uh, helpen je weer op pad. En je hebt zelf ook wel eens meegedaan aan zo'n call, hè? Ja, al heel vaak. Ik ben uh, ja, daardoor ook behoorlijk uh, verslaafd. Als bijvoorbeeld op vrijdag het patroon komt, dan uh, moet ik in het weekend haken. En dan ben je maandag uh, werkeloos en dan zoek je nog weer een ander project. Jij hebt nu zelf zo'n deken in de hand. Prachtige kleur. Kleurt ook heel mooi bij je vest trouwens. Uh, hoe lang doe je daar nou over? Uh, dit was een project dat is in uh, januari gestart. Dat was uh, elke week een, uh, nou ja, een toertje of tien, zo'n stukje. En je kan dus ook niet vooruit haken. En kun je het tempo niet aan, dan haak je gewoon later aan. En deze die was uh, ja, rond de vakantie af, augustus. Je kunt, wat jij zegt, je kunt het tempo ook niet versnellen. Je moet gewoon wachten tot er een nieuw patroontje komt. Ja, 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 als je in januari begint, je kunt niet vooruit haken. Je krijgt gewoon dat gedeelte van het patroon. Je kan natuurlijk ook later aanhaken, is ook geen enkel punt. En dan, uh, ja, op een gegeven moment is het eind. Ja. Zo is er heel veel leuks om te haken en te breien, natuurlijk ook. Heb je advies nodig of ideeën? Kom even gezellig langs, dan helpen we je weer op gang. En heb je een probleem? Neem een beetje tijd mee en je haakwerk of breiwerk en dan helpen we je weer de goede kant op.